Welkom en goed dat je kijkt. Het is je boy Dario van Ita Static, zoals je weet. En zoals het op het bord staat, met mijn allermooiste handschrift. Bulken of kutten? Oké, ik begin met wanneer bulken. Ik heb hier een aantal dingen opgeschreven en dan ga ik even dieper op in. Het eerste wat ik opgeschreven is, ik zou beginnen met bulken als jouw lichaamsvetpercentage minder is dan 14%. En je hoort me best wel vaak praten over lichaamsvetpercentage, maar hoe bereken je dat nou? Ik ga er nu niet te diep in deze video op in, maar als je op Google intypt, letterlijk, lichaamsvetpercentage berekenen, dan krijg je talloze manieren en het is eigenlijk best wel makkelijk. Je hebt er genoeg verschillende methodes voor, die best wel nauwkeurig zijn. Maar 40% of eronder ziet er ongeveer zo uit. Je ziet hier een paar verschillende lichaamstypes, dus dan bedoel ik een wat slanker, een wat magerder. Dan hoef je niet zozeer heel erg anorexia te zijn, want je ziet best wel verschillende lichamen. Maar het gaat vooral om dat jij niet veel vet op je lichaam hebt. Dan zou ik beginnen met bulken. Oké. Tweede is, als je van jezelf een snel metabolisme hebt, ben je nou iemand die echt kan vreten wat je wil? Soms heb je, ik ben niet zo iemand, als ik eventjes te veel eet, kom meteen aan. Dus ik ben niet zo'n, ja, ik heb niet zo'n geschenk gekregen van God of van mijn moeder, dat ik kan eten wat ik wil en niet aankom. Sommige mensen hebben dat wel, dat ze echt snel metabolisme hebben. Dus ook een goede, dan weet je gewoon bulken, anders wordt het lastig denk ik. Maar het is toch handig om wel onder die 14% percentage te zitten. En heel lang lage calorieinname. Wat bedoel ik daarmee? Sommige mensen zijn op een heel lang dieet geweest. Ik heb een vriend van me. Die doet al 4 maanden volgens mij. Hij sport trouwens niet. Hij traint niet. Maar hij eet wel bijna elke dag maar 1500 of 1400 calorieën. Nou, wat gebeurt er dan? Is jouw metabolisme zo laag dat je eigenlijk geen vet meer verbrandt. Omdat jouw lichaam is gewend om heel weinig binnen te krijgen. Nou, ik kan hier ook nog tussen haakjes eventjes bulken zetten om gewoon weer dat metabolisme omhoog te werken. Dus even meer eten. Maar het allerbelangrijkste is als jij gewoon onder 14% lichaamsvet hebt. En dat zijn de meeste guys die beginnen met fitness wel. De wat magere jongens, die moeten eerst bulken. Oké, nou ja, dan hebben we hier natuurlijk wanneer kutten. Als je moet bulken onder 14%. Is het logisch dat je moet kutten als je boven de 40% lichaamsvet hebt. En dat vind ik wel een hele belangrijke. Je ziet best veel jongens beginnen met bulken, terwijl ze eigenlijk al best dik zijn. En in principe kan het wel. Je zal wel gespierder worden, je krijgt sowieso meer spieren want je bulkt. Alleen het is zo'n hel om vanuit, bijvoorbeeld als je stelt met 40%, je gaat bulken, je bulkt naar 20% vet. En je wilt niet met 20% in de zomer rondlopen waarschijnlijk, denk ik. Meeste mensen niet, als ze fitnessen. En dan moet je van die 20% weer, heb ik zelf ook moeten doen. Want ik was ook een van die personen die dat ging doen. Van 20% moet je dan weer helemaal naar 12, 10, 8% droog trainen. En dat is een hel. Dat is gewoon een hel, want je moet zoveel vet kwijtraken. Je doet zo lang, je wilt niet lang op een dieet zijn. Een dieet wil je 10, 12 weken max doen. Dat is eigenlijk al niet leuk. Je wilt eigenlijk nooit een dieet doen. Dus ik raad aan om sowieso, als je meer dan 40% lichaamsvet hebt, te gaan kutten. Nou, tweede punt. Het kan in principe altijd. Kijk, al ben jij 7 of 8% lichaamsvet, heb je dat. Dan kun je ook gaan kutten naar 5 of 4. Dus in principe kan het altijd. Als je begint met kutten en je bent boven 40% lichaamsvet en je denkt van, kut zo ja, ik wil ook wel spieren aanmaken, weet je wel, dat kan toch niet, want je moet meer calorieën inkrijgen dan je verbrandt om spieren aan te maken. Dat is zo, behalve in het begin. Iedereen die gaat trainen in het begin, ja, iedereen maakt spieren aan. Als zou je elke dag alcohol zuipen, je zou niet goed je dieet volgen, zou je niks doen, maar je zou wel trainen. Als dat in de eerste weken, 2,5 maand, 3 maanden max, maakt iedereen spieren aan. Dus voor de mensen die bang zijn, dat je die boven de 40% van ja, maar dan ga ik trainen, raak je spieren aan. In het begin val je af en maak je spieren aan. Dus, terugkomend op kan in principe altijd. Stel je bent nou geen 40%, je bent 10%. En je denkt van ja, maar ik wil toch nog meer mijn spieren visueel maken, dus door het nog meer af te vallen, nog meer droog te trainen. In principe kan dat wel dus, want je maakt weer spieren aan, zei je begin.
Steek maar een voorbeeld nou. Je bent 10% vet. Je hebt nog nooit gefitnessd. Je hebt al gevoetbald of zo. Je ziet er best sportief uit. En je wilt nog wat droog worden. Je wilt 8% worden. Dan kan je in principe wel 2 maanden lang trainen, kutten, droog trainen, vet verliezen. Want je maakt nog spieren aan het begin. Alleen ik vind het ideaal. Ik denk als jij onder de 14% bent, laten we zeggen 12, 11, dat is gemiddeld wel ongeveer. Zou ik gewoon altijd even beginnen met bulken. Flink wat spieren aanmaken. En dan pas gaan kutten. Nou, dat was even een snelle video over wanneer je moet gaan bulken of kutten. Dat is je boy Dario. Abonneer op het kanaal. Je weet het. Er komen nog veel meer video's aan. Peace.